Ik heb het dus een beetje opgezocht. 3 jaar geleden, ruim 3 jaar geleden, hoe het toen zat met die zetelverdeling in Nederland. Ja, en toen had je dus de VVD, die zaten toen helemaal op het schild met 34 zetels. Kun je je voorstellen? 34 zeteltjes. En PVV had toen gewoon, zoals altijd, 17 zetels. En nu, heb je nu gezien? De laatste peiling, ja, want ik zat er al op te wachten op Maurice de Hond. Ik denk, ja, kom op Maurice, nou moet je komen. En ja, gelukkig, 49 zetels, vrienden, voor de PVV. 49, weer zeteltje erbij. En de VVD, ja, die blijft maar. Die gaan van 16 naar 13 en nu zitten ze op 12 zetels. Zie je het voor je, hè? Was eerst 34-17 omgekeerd en nou is het 49-12. Hoe je in een paar jaar tijd gewoon helemaal de boel op zijn kop kan zetten. Ja, door gewoon heel slecht beleid bij de VVD en vooral ook door al die blunders van de Dylan. Ja, en dan denk je bij jezelf, nou, die lui bij VVD, die schrikken zich de beroerte. En die zullen nu toch wel wakker zijn. Nee, nee hoor. Zie, heb je die Henk Kamp gezien? Ja, bij WNL op zondag. Ja, die zit daar gewoon. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak. Also, niks aan de hand. Oh nee, niks aan de hand. Nee, was voor, tegen de spreidingswet. Mensen kunnen het niet meer volgen. Nee, dat was juist een hele goede lijn. Nee, dat was helemaal... Kom bellen in orde, volgens Henk Kamp. Is die het? Woep woep. Ja, en nog een goeie. Ja, de kiezers die gaan de komende jaren veel vertrouwen hebben in de Dylan. Ja, nog zo'n goeie. Ja. En we mogen gewoon met een strak gezicht, hè. Krijg geen kleur, schiet niet in de lach, niks aan de hand. Die VVD, die weten nog steeds niet wat er aan de hand is. Nee, die kunnen we vergeten verder. Die zijn reddeloos verloren. De mensen zijn het nu wel zat met dat getreuzel in de politiek. Dus Haagse dames, Haagse heren, ga gewoon een keer presteren met je kabinet. Want met de bende van ellende van hiervoor.